Nou, weten jullie wat dit is? Dit zijn kanoeiekersenpitten. Mooie blanke pitten. En dan denk je, ga je die zaaien of wat ga je ermee doen? Nee, we gaan er iets heel anders leuks mee doen. We gaan hier wienermélange van maken. En de wienermélange, dat is eigenlijk een koffieblend. Als ik het goed heb, uit Oostenrijk, die heel populair is van vroeger uit de koningshuizen. Zelfs. Wat dus ook echt een delicatesse was. En deze pitten, als je die roostert, kun je 20% van de pitten gebruiken. En 80% goede koffiebonen. En dat ga je dus samen dan koffie ervan zetten. En dat geeft dus een heerlijke koffie. En die koffie die geeft dan een bepaalde vanillearoma. Soms zit er een beetje een hint van hazelnoot in. Dat is natuurlijk ook super lekker. Als je van een goede romige koffie houdt. Dus we gaan hier een heerlijke wiener melange van maken. Dus die pitten die hoef je niet weg te gooien. En dan zeg je, je kunt ze mooi makkelijk zaaien, want dan heb je heel veel boompjes. Nou, als je de kanoeiekers zou zaaien, dan zaai je eigenlijk een toverbal. En wat bedoel ik ermee? Je weet niet wat voor vruchten aan deze zaailingen aan gaat komen. En hoeveel waarde dat heeft. En dan ben je misschien wel 5, 6, 7, 8 jaar verder voordat je überhaupt de eerste paar vruchtjes hebt. En je weet niet of ze de pit in verhouding met het vruchtvlees groot is of klein. Je wil natuurlijk zo klein mogelijk pit en zoveel mogelijk vruchtvlees. En dat door het zaaien weet je dus niet wat je krijgt. En daarom gebruiken we alleen geënte planten. En dan heb je natuurlijk een onderstam nodig. En er is nog een reden waarom we dus niet gaan zaaien. Punt 1 vinden we het jammer, want we vinden het ook leuk om dit mee te maken. Een beetje de pit in beweging houden. En als je dat dan zaait, dan heb je vaak dat soms na een jaar nog pitten uitkomen. En een heel deel van de pitten helemaal nog niet uitkomt. Dus het komt heel onregelmatig op. En dat is best wel hogere wiskunde om dat goed te kunnen zaaien. We hebben heus wel een paar zaailingen staan hoor. Gewoon om te proberen en om de genetische diversiteit te vergroten. En wie weet zal er een mooie uitkomen. Maar hier gaan we dus heerlijke wiener melange van maken. En ik zal straks nog eventjes laten zien hoe dat is geworden. Ik denk niet dat ik hem op pauze kan zetten en zometeen verder filmen. Ik ga het wel proberen. Maar later meer hierover. Superleuk. Ik meen het serieus. De kanoeiekers, wiener melange. Wie had die link ooit gelegd? Ik heb vroeger niet. En er zijn nog een paar dingetjes. We gaan ook pseudo-olijven van maken. Gedroogd fruit. Likeur. Kanoeiekersen, daar kun je dus meer mee als alleen gewoon lekker als zijnde vrucht opeten. En ze bezitten zeer heilzame bestanddelen. We hebben Poolse studies gelezen waarin eigenlijk tevoorschijn kan hoe extreem gezond het is in vergelijking met een appel of een peer, terwijl dat we het helemaal niet kennen. En natuurlijk heb je nu de blauwe bessen hype, dus iedereen die eet blauwe bessen omdat het gezond is. Maar de kanoeiekers is onder andere ook heel geschikt voor mensen die darmproblemen hebben. En ik ga hier niet mijn medische ding op tafel gooien, maar ik heb zelf ziekte van Crohn gehad. Nou, en voor ziekte van Crohn en colitis is dit een hele goede vrucht. Maar ook mensen die last van diarree hebben. Dan helpen de bessen dus heel goed. En dat kun je ook heel makkelijk als pulp invriezen. Dus dan ontpit je ze eerst. Je pletsen. Dan zeef je de pitten er eigenlijk uit. Nou, dan kun je dit weer heel mooi van maken. En dan vries je de pulp in. En elke dag neem je gewoon een goede eetlepel van die zuurige, aromatische pulp. Wat heel, ja, het is jamachtig, hè. Jam kun je ook heel goed maken, et cetera. Maar zometeen meer over hoe de wienermélange is geworden. We zijn nu een paar minuutjes verder. Ik denk misschien wel een minuut 5 of 6. En je ziet, de bonen die beginnen nu, ik zeg nu bonen, want we gebruiken ze natuurlijk als koffiebonen. Sommige die zijn natuurlijk iets donkerder en andere iets lichter. Ik denk als je hier een echte koffie maken, dan kijk dat je denkt van, die bonen die zijn een beetje verprutst. Inderdaad, misschien zijn sommige iets meer. Even iets inzoomen, wil dat. Iets donkerder en andere plekken weer iets lichter.
Maar het ruikt hier heerlijk in huis. Het is echt een zoete, aangename, een beetje vanilleachtige geur. En ik zei, er zit een hint van hazelnoot in en dat had je ergens ook iets. Een geroosterde hazelnoot. En we gaan er over een tijdje koffie van zetten en ja, dat laten weten hoe het was.